Passerende automobilisten keken een beetje vreemd op langs de N99 bij Den Hoever. Tientallen tenten waren hier neergezet en er liepen niet alledaagse personen rond. Zoals elk jaar was nu ook weer hier het Vikingdorp neergestreken. Gewone mensen die in de huid kruipen van een Viking en bezoekers kunnen alles bekijken en vragen stellen over hoe het in die tijd ging. Bij Vikingen denk ik al heel snel dat ze altijd maar aan het vechten waren. Ja, zeker. Dat was ook een erg belangrijk onderdeel van het dagelijks leven. Want ja, je bent met je stam in een bepaald gebied. En er zijn meer stammen. En ja, grond was schaars. We hebben spullen nodig. Dus ja, er werd veel gevochten. Veel overvallen op elkaar. En wat je hier kan zien is het dagelijks leven van een vroeg middeleeuws kampement. De Vikingen die reisden veel. Ze staan bekend om het roven. Maar wat ze ook heel veel deden was handelsreizen. En als ze dan op reis gingen, ja, dan moesten ze natuurlijk ook overnachten. Dus ja, dan zet je je kampement op. Dan ga je handelen met de lokale bevolking. En uiteindelijk, als je het leuk vindt waar je woont, dan blijf je zitten. Dus dan maak je van je tent een meer permanente nederzetting. Ja. En zo hebben ze ook heel veel dorpen gesticht en steden. Was er wel genoeg hout in die tijd? Ja, zeker. Meer dan nu, denk ik. Ja. Wat maakte een meubelmaker in die tijd ongeveer? Alles wat je nodig kan hebben eigenlijk. Van meubilair tot gebruiksvoorwerpen, stelen en tot in den treuren versierwerk. Zoals het kastje hierachter. Dus ja, van alles eigenlijk. Ja. Nou, ik zie ook pijlen. Ook pijlen, ja, uiteraard. Ja, wapentuig, pijlen, speren, bogen. Is het instrumentenmaker of artiest? Ik ben instrumentenmaker, maar wij beelden natuurlijk uit de late middeleeuwen. En ik ben verhalenverteller. Ik maak muziekinstrumenten, ik maak grapjes. Ik zorg voor reuring en gezelligheid. Ik vind het echt heel leuk. Om dan ook hier buiten te zijn de hele tijd met heel veel vrienden die gewoon echt voelen als familie. Dat is echt wel leuk. Ja. Zou je wel in die tijd willen leven, de Vikingtijd? Ja. Of zeg je van ik vind dit nu wel goed hier? Ik denk dat ik het... Ja, allebei. Hoe zit het met school? Die mag niet in de Vikingtijd. Gewoon. Maar je leert heel veel andere dingen. Voor meer informatie over de Vikingen en die tijd kun je ook terecht bij het naastgelegen Viking Informatiecentrum. Zo werden vroeger broodjes gebakken? Nou, eigenlijk werden vaak platte broodjes gebakken. Dus dan heb je een metalen plaat en wordt een soort platte koeken gemaakt of op een hete steen en dat werd zo gebakken. Ja, dat ziet er niet uit als een massagestoel uit die tijd. Nee, dat klopt. Soms heb je toch wel iets modernere middelen nodig om lekker... toch een beetje comfort. Helemaal, het is hier opgezet omdat wij daar onze vechttraining hebben. En na zo'n vechttraining, dan is een massage toch best wel prettig. Want dat gaat er echt wel hard aan toe. Dat zijn metalen wapens waar je mee vecht. Hebben alle schilden een betekenis? Een schild heeft in principe niet altijd een betekenis in de vorm van dat iemand er een rune op verwerkt. De meeste Vikingen gebruiken wel 1 of 2 runen. Die bijvoorbeeld heel erg symbool staan voor henzelf. Of omdat ze die staan voor waar zij voor staan. Is vroeger een vikingschat gevonden hier in Vieringen? Ja, zeker. Dat het van de Viking is. Hebben jullie nog meer begraven hier dan? Ja, heel veel. Want ja, we staan hier niet voor niks. Het was een handelspost door naar de rest van het Frankische Rijk. Dus vanaf hier gingen we door naar Dorrestad, een hele belangrijke stad. Dus ja, hier stopten we voor proviant. Maar ja, ook als we natuurlijk spullen hadden geroofd en die moesten we veiligstellen, dan begroeven we ze hier. Dus het ligt hier helemaal vol. Alleen wij weten er wel waar ze liggen. Hou dat even stil. Ja, dat moet ik niet verder vertellen.